komende 3 weken ontvang ik verschillende gasten in mijn villa. We gaan samen offline in Malaga. Vakantie vieren zonder telefoon dus. Deze week heb ik Anouk Hogendijk over de vloer. Ze heeft een glansrijke carrière als profvoetbalster achter de rug, maar is nog steeds actief in de voetbalwereld als analist en reporter. Hola! Hola! Welkom! Wauw! Dit heb je goed geregeld, Pip. Dit is goed, hè? Ja, man. Welkom in mijn villa. Gezellig. Ga ik je eventjes een rondleiding geven? Nou, heel graag. Ja? Dit hoort er allemaal bij. Dit hoort er allemaal bij. Je kan overal van genieten. Ik wil wel een maandje blijven, hoor. Ik zal kijken wat ik kan regelen. Heel fijn dat je er bent en dat je goed bent aangekomen. Hoe was je vlucht? Ja, eigenlijk top. Ja? Ja. Alles een paar uurtjes en je zit hier in een villa. Ja, dichtbij eigenlijk, hè? Ja, dan denk je eigenlijk, dit moet ik vaker doen. Is het je eerste vlucht of eerste reis sinds corona? Nee, ik ben inderdaad heel lang niet gaan vliegen. Maar afgelopen zomer ben ik in Spanje op vakantie geweest. En naar de bruiloft van mijn broer met zijn Spaanse vrouw. Oh, leuk. Dus, en ik ben vorige maand naar Litouwen geweest. Litouwen, als vakantiereis? Nee. Het was voor KNVB World Coaches. Daar maak ik meerdere reizen voor. En in principe reizen we vaak om mensen op te leiden tot World Coach, dus tot voetbalcoach. Meestal in ontwikkelingslanden. En hier gingen we met de militairen daar sporten, de Nederlandse militairen. Dus bootcamp en clinics geven aan kinderen. Dus dat was geen vakantie, maar wel heel interessant. We hebben allemaal leuke activiteiten op de planning staan. En dat gaan we natuurlijk offline doen, even zonder schermen. Ben je daar een beetje bang voor of kijk je daar misschien naar uit? Nee, ik kijk er wel naar uit. Je bent eigenlijk de hele dag moet je bereikbaar zijn en reageren op mensen en gewoon aanstaan. Maar ik vind het niet moeilijk om het niet te kunnen. Dus als we uit eten gaan of als ik op vakantie ben, denk ik ook wel eens van, nou, ik leg mijn dagje weg. En dan merk ik dat ik eigenlijk heel rustig en heel gelukkig word. Dus dat kan jij wel aan? Ja, dat denk ik wel. Oké, spannend. Ga je zo even lekker opfrissen en wat zomersers aan? Ja, dit is een trekken. Beetje warm, hè, voor hier. Ja, ik denk dat er wel wat minder aan kan. De zon is wel echt zo. En laten we lekker los genieten in Malaga. Nou, ik heb deze mountainbikes even geregeld, dus dan kunnen we er even goed op uit. Nou, leuk. Het ziet er wel pittig uit, hè? Ja. Oké. Niet even rustig beginnen of zo. Nee, het is meteen de helling. Oh, nice, hè? Waar is onze villa? Ik denk daar, zo. Bij dat drukke gedeelte. Want hoe begon jouw voetbalcarrière eigenlijk? Wanneer, je bent heel jong begonnen. Nou, 9 jaar. Dat vind ik wel jong. Ja, maar jongens starten vaak toch nog wel vroeger. Oké. Maar toen ik startte was het eigenlijk nog steeds een beetje gek, want het was een sport voor jongens. En ik heb ook bijna tot mijn 18e, 19e als meisje in een jongensteam gespeeld. Ja. En toen ben ik naar de vrouwen gestapt. En uiteindelijk, toen kwam de Eredivisie, ben ik bij FC Utrecht geweest spelen en bij Ajax. En ik ben nog in Engeland geweest, bij Arsenal en Bristol. Zo gaaf. Ja, dat vond ik ook wel heel leuk. Dat je gewoon zo'n buitenlandervaring mee kan pakken door je sport. Is het heel anders? Heel anders, ja. Ja. Maar qua cultuur of? Oh, qua alles. Wat dan? Engeland is echt een wereld van verschil met Nederland. Nou, in alle opzichten. Nou ja, ten eerste natuurlijk al het eten. Ja. Ja, de hele beleving in Nederland zijn heel direct. En het is daar heel positief. Oké. Dus dat vond ik ook wel heel fijn. Ook degene die voor mij op de bank zaten, die zaten mij gewoon heel erg aan te moedigen. Terwijl in Nederland voel je soms wel dat ze dan hopen dat jij fouten maakt. Ja. Oh ja? En daar ben ik ook wel gevoelig voor dat je dat al... Toch meer die concurrentie of zo? Ja, het is wel topsport natuurlijk. Veel meer krachttraining, veel meer rennen. Het is, ja... Terwijl in Nederland, als we zonder bal moeten gaan rennen, nou, dan gaat het hele team protesteren. Oh ja? Ja, dat doe je toch niet? Je wilt gaan voetballen om... Een potje te spelen. Ja, en daar is het gewoon... moet je gewoon...
10 keer heen en weer rennen binnen een bepaalde tijd. En dan 1 minuutje rust. En dan weer. En dat is gewoon echt tot kot, zeg maar. Jezus. En ik dacht, jongens, waarom protesteert hier niemand? Nee. En ik was elke keer de enige die dat dacht. Maar ja, ja. Hallo. Voel je dan een soort van druk naar de jongere meiden met voetbalwensen die naar jou opkijken? Nou, ik voel geen druk. Ik vond het wel heel bijzonder bij Ajax als ik daar een wedstrijd speelde en er liepen meisjes met Hoogendijk op mijn rug. Oh ja. En dat vond ik nooit normaal, dat wende niet. Nee. Elke keer dacht ik weer van wow, die hebben gewoon een shirt met mijn naam. En na de wedstrijd nam ik daar ook altijd de tijd voor. Weet je, dan denk ik van het is een kleine moeite om even met ze op de foto te gaan. Of een handtekening te geven, dan zijn zij weer een jaar super blij. Ik weet nog hoe blij ik was als kind dat ik een handtekening op mijn gezicht had laten zetten of zo. Heb ik een jaar lang opengetrokken met merk. Op je gezicht? Ja. Van wie was dat dan? Van Patrick Kluivert. En hoe voelt het dan nu met je ja, soort van tweede carrière? Nog wel steeds in de sporthoek, maar meer presentatie, analyseren. Hoe bevalt dat je? Ja, echt heel goed. Ja, het was natuurlijk best wel spannend, want je bent gewoon heel je leven voetbalster geweest. En ik had ook altijd wel een beetje het idee dat ik achterliep op sommige vlakken. Qua wat? Nou, maatschappelijk gezien en mijn sociale leven had ik ook een stuk minder, zeg maar, dan anderen. Mm-hmm. Mijn privéleven. Want alles week voor mijn topsport. Ik ben wel iemand, als ik ergens voor kies, dan ga ik daar ook echt 300% voor. Dus dan... ja, dan ga ik ook geen alcohol drinken in het seizoen. Dan eet ik goed, dan rust ik goed. Dan doe ik alles om gewoon optimaal te presteren. Wel echt heel knap, vind ik dat. Ja, aan de ene kant heb je het nodig. Of, als je zo perfectionist bent, dan kom je wel heel ver. Aan de andere kant is het soms voor jezelf ook wel pittig. Want je kan niet gewoon heel relaxed erin gaan. Mm-hmm. Weet je wel, je wint 3-0. En topsport is al best wel kritisch. Ja, waarom heb je niet 4-0 of 5-0 gewonnen? En dan ga je al je beelden weer kijken. Dus ik geniet eigenlijk ook wel heel erg sinds ik gestopt ben. Er is gewoon heel veel meer in het leven en ik heb altijd heel veel heel leuk gevonden. Maar ik heb heel lang maar 1 ding gedaan. Ja. En nu gaat er eigenlijk een wereld voor me open. Ja, ook lekker. Ja. Cheers. Wat zeggen ze hier? Santé? Nee? Salut. 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 Zo, ja, avocado is ook lekker. Waarom? Maar hoe kom jij nou het best tot rust? Nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Want ik denk dat ik dat in het dagelijkse leven beter moet gaan inplannen. Ja? Ik merk zeker nu ik een zoontje heb dat ik dat af en toe een beetje vergeet. Maar ik vind het heerlijk om in bad te gaan. Ja? Vind ik heerlijk, ja. Ik kan elke dag in bad. En hoe ziet dat er dan uit? Bad, muziekje, kaarsje of zo? Bruisenballen, badschuim, ja, kaarsje, serietje ernaast. Oh, lekker. Soms eten en drinken op zo'n badplank erbij. Wat is dan je perfecte rustmoment als je dan zou bedenken met je zoontje of zo? Is dat dan in bad? Is dat echt samen zijn voor jou? Ja, ja, dat is wel ultiem geluk met mijn zoontje. Deze zomer waren we dus voor het eerst met hem op vakantie. In Spanje ook. En hij was 's ochtends nog wel altijd gewoon 6:30 of zo wakker. Ja. En dan ging ik met hem naar het strand. En dan was je daar met de zonsopgang. En dan gingen we samen op dat strand spelen. Helemaal onder het zand en half in het water. En dat was voor mij wel echt geluk. Het was helemaal rustig, er was niemand. Het was super mooi. En ik was met mijn kleine mannetje. Ja, echt. Ja, ja, dat is voor mij wel echt... echt heerlijk, ja. Dus samen zijn voor jou staat wel gelijk aan geluk eigenlijk? Ja, maar ik heb wel meerdere soorten geluk. Ik kan heel gelukkig worden van lekker eten. Dus als ik weet dat ik naar een heel lekker restaurant ga, kan ik al de hele dag me daar op verheugen. Of een paar dagen al. En ik kan ook heel gelukkig worden van hele mooie natuur op vakantie. Daar word ik ook echt wel heel gelukkig van. Of inderdaad gewoon met familie samen zijn, gezelligheid. Er zijn wel heel veel dingen die me wel gelukkig maken. Thank you.
doe je weer je knieën onder je heupen. En dan ga je met je rechterarm doorheen en dan probeer je je oor op de grond te leggen. Dan kan je ook nog een beetje ronddraaien, dat je rug een beetje... Tijdens het ademen of... Ja, je moet altijd ademen. Dat is de basis van de yoga. Strenge lerares. Ik vind yoga echt heerlijk. Ik doe het echt veel te weinig. Ik heb wel eens periodes dat ik een paar lesjes doe. Mm-hmm. En ik dacht eigenlijk van ik ga het nu echt fanatiek doen. Maar toen hadden we die coronaperiode. Dus dan moest je het zelf online gaan doen. En dat vind ik dan eigenlijk weer niks. Ja. Maar ik denk dat ik het weer op ga pakken hoor. Ja? Hoe zorg je nu dan voor dat je een beetje afstand neemt van die hectiek in je leven. En dat je een beetje die rust pakt? Ja, dat doe ik dus eigenlijk te weinig. Mm-hmm. Dat doe ik sporadisch, zeg maar. Als het heel mooi weer is, dan denk ik... Oh, ik ga nu naar een park en ik neem een boek mee. Dat gebeurt ook wel eens weken gewoon niet. Yeah. Of ik ga inderdaad een avondje in bad en voor mezelf even tot rust komen. Yeah. Maar ik moet gewoon eigenlijk een vaste avond hebben dat ik dit gewoon doe. Of een vaste ochtend. Ja, precies. Twee keer per week. Ja. Nou ja, dat is wel goed voornemen voor na deze trip. Doe jij dat wel goed dan? Op en af. Soms dan kan ik elke ochtend inderdaad dat je eventjes een yogaatje in je adem pakt. En dan... Is het weer een periode niet? Hangt er ook een beetje vanaf hoe druk het is, denk ik. Maar ik haal echt mijn rust uit dat ik mijn telefoon wegleg. Avontuurlijk dit hoor. Ja, hè? Met je kapmes door het bos. En voel jij de druk om iets te posten? Ja, best wel. Ik heb zelfs een tijdje gehad, als ik dan een tijdje niet met Pim iets post, dan vragen mensen, gaat het wel goed tussen jullie? Ja? Wauw. Heb jij dat niet dan? Als je dan een tijdje niets van je hebt laten horen, dat ze denken dat je van de aardbodem verdwenen bent? Ja, dat misschien wel. Maar ja, daar voel ik niet echt druk door. Ik hou er wel van die prikkels en die energie en veel mensen en zo. Maar als ik dan hier ben, zonder telefoon, tussen de fruitbomen en ik doe yoga, dan denk ik, ja, dit maakt mij pas echt gelukkig. Yeah. Ik zou echt heel gelukkig zijn zonder telefoon eigenlijk. Yeah. Je moet jezelf gewoon wel beschermen. En dat probeer ik ook wel echt af en toe als we uit eten gaan. Zeg ik van, laten we hem gewoon thuis laten. Oh ja, dus jij pakt wel echt bewuste momenten dat je telefoon niet gebruikt en niet op social media zit. En... Ja, maar ik moet dat wel met mezelf en met mijn vriend afspreken. Oh, ja. Want als je bijvoorbeeld hem naast je hebt liggen en je zit even te wachten, ja, dan pak je hem gewoon. Nee. Oh, wauw. Zie je? Serieus, heb ik nog nooit gezien. Nee, hè? Ik koop ze wel eens, maar... Zal ik hem plukken? Ja. Gewoon als eigen granaatappel. Ja, dit is echt de perfecte granaatappel zo, hè? Ja, hij ziet er wel echt heel zo mooi uit. Hij. Zullen we even naar de villa, dat we eventjes deze... Ja, want zo wordt dat heel lastig, hè? Ja. Je bent natuurlijk ook best wel veel op reis geweest voor je voetbal natuurlijk. Heel veel, ja. Ik ben echt in superveel landen geweest. Heb je toen ook veel kunnen zien? Nee, dat niet. Ik heb heel veel voetbalvelden gezien, heel veel hotels. Ja. En als het ook maar even kon, dan kon je wel even een uurtje erop uit. Maar bijvoorbeeld van Zuid-Korea of China, ja, ik heb daar niet heel veel van meegekregen. Dus eigenlijk moet ik nog een keer terug om echt dat land te zien. En hoe hou je dan als je terugkomt van vakantie, hoe hou je dan dat vakantiegevoel een beetje vast in Nederland? Ja, dat gaat wel heel snel voorbij. Ja. Ja, ik heb wel vakantiegevoel als ik gewoon veel buiten ben. Ik ben echt wel een buitenmens. Mm-hmm. Dus als het mooi weer is, dan moet ik naar buiten. Als er bijvoorbeeld op de planning staat dat we zouden gaan opruimen en de zon schijnt, ja, dan gaat dat gewoon niet door. Nee. Mijn vriend denkt dan, ja, we zouden toch opruimen? Dan denk ik, ja, maar hallo, de zon schijnt, we moeten naar buiten. Maar als je gewoon lekker in de tuin gaat eten en gewoon lekker lang buiten zitten tot 's avonds laat, dan heb ik wel vakantiegevoel. Okay. En ik ga ook wel vaak naar het water in Nederland, dus of naar de zee of Loosdrechtse plassen, daar lekker zwemmen. Leuk, ja. En als je nu zo meteen weer naar Nederland gaat, heb je dan dingetjes die je deze dagen hier in Malaga hebt geleerd, die je dan meeneemt naar je volgende vakantie of zo? Nou, het heeft me wel weer aan denken gezet. Wat,
wat we hier hebben besproken, misschien dat ik het vooral meeneem in het dagelijks leven in Nederland. Dus misschien dat ik schermtijd ga instellen. Ja. Om inzicht te krijgen. Ben ik wel echt heel nieuwsgierig naar. Ik laat het je weten. Maar ook gewoon eventjes die rustmomenten voor mezelf. En ik denk thuis toch ook gewoon, ja, het klinkt heel kinderig, maar gewoon afspraken maken. Van vanaf eind van de middag of als we gaan eten, dan gaat die telefoon gewoon echt weg. Ja. En dan moeten we elkaar op aanspreken. En als we bij mensen op visite gaan, weet je wel, dat we ons er iets beter weer aan gaan houden. Mm-hmm. En ik denk dat je dan ook wel weer nog wat gelukkiger wordt. Het zit er gewoon alweer op. Ja, vond je het gek zo zonder telefoon hier zijn en een beetje offline leven? Ik vond het heerlijk. Het is echt voorbij gevlogen. Fijn om te horen. Geen FOMO of zo? Nee, nu niet. Maar dat komt zo weer. Nou, dankjewel. Ik vond het gezellig dat je er was. Dankjewel dat ik er mocht zijn. Ja, reis voorzichtig en tot de volgende keer. Ik blijf hier nog even. Ja, heel veel plezier nog. En hopelijk tot snel. Het komt goed. Tot de volgende keer. Doei doei. Doei. Joehoe. Volgende week komt Yuki langs in Malaga.